Hoe zet je je crypto van Bitfavo naar je hardware wallet? Hoi, ik ben Elke van Online Vibes. Als je je crypto's bij Bitfavo koopt, dan wil je misschien op den duur je crypto's overzetten naar een hardware wallet voor extra beveiliging. Dat is in ieder geval een heel goed idee om te doen. Maar hoe moet je dat nu doen? Ik laat het je zo meteen eventjes zien, stap voor stap, hoe je dat kan. Belangrijk, als je crypto's van Bitfavo naar je hardware wallet wil gaan zetten of van een of ander platform naar een ander, is het dat je de juiste cryptomunt naar het juiste cryptoadres gaat sturen. Stuur nooit een Bitcoin door naar een Ethereum adres of naar een Solana adres of een ander adres, dan gaat je geld verloren en dat zou zonde zijn. Dus stuur Bitcoins altijd naar een Bitcoin-adres. Zorg dat je het juiste adres gebruikt. Dus ga niet handmatig liggen overtypen, want het zijn zoveel cijfertjes en dan is een foutje snel gemaakt. Dus als je kan scannen, scan je. En in andere gevallen ga je altijd kopiëren. En als je die gekopieerd hebt, kijk dan vooraan, achteraan of in het midden nog eens eventjes na dat je adres wel degelijk klopt, zodat je de coins ook gaat ontvangen op de plek waar je ze wil hebben. Nog iets wat belangrijk is, is dat je wallet moet geverifieerd worden op Bitfavo. Anders kan je het er niet naartoe sturen en dat is omwille van die wetgeving van witwassen en zo. Dus dat is wel vervelend dat je die extra stap moet doen. Daarom is het ook belangrijk om in het begin al je wallet gaan toe te voegen, zodra dat je dan iets wil overzetten, dat je dat onmiddellijk kan doen. Oké, ik laat je nu zien hoe je dat kan doen. Wil je je crypto's naar je hardware wallet sturen, dan kies je welke munt je wil versturen. Dus je kiest de munt die je had aangeschaft en daar klik je dan vervolgens op. Op dit scherm kan je dan gaan kopen, maar om het naar je hardware wallet te zetten, moet je hier klikken op opnemen. Je ziet hier al dat het belangrijk is dat je adres eerst moet geverifieerd zijn voordat je dat kan opnemen. Dus wil je dat gaan doen, ook al ga je het nu nog niet doen, maar in de toekomst, dan kan je misschien wel best je adres al verifiëren, zodat je al safe bent en zeker dat het allemaal in orde is, dat zodra je het wil overzetten op je wallet, dat het in orde is. Dit is trouwens iets wat Bitfavo moet doen om wettelijk in orde te zijn met de anti-witwaswetgeving. Dus ja, het is vervelend dat je dat moet doen, maar het is wel nodig voor het te kunnen doen. Je kan hier klikken op adres toevoegen of het is hier ook te vinden als je op je naam klikt en het menu opent, dan heb je hier ook adresboek. En hier kan je dan ook adressen gaan toevoegen. Je ziet dat ik dit al gedaan heb voor My Ether Wallet. Hier voor MetaMask heb ik het toegevoegd, maar nog niet geverifieerd. De eerste stap is om de valuta te gaan kiezen. Dus het is belangrijk dat je een Bitcoin naar een Bitcoin-adres stuurt en een Ethereum naar een Ethereum-adres, anders ben je geld kwijt, dat zou zonde zijn. Dus kies hier de juiste munt. Bitcoin. Klik op doorgaan. Ik moet nu de wallet gaan verifiëren. Ik klik hierop en ik kies voor doorgaan. Nu moet ik een schermopname maken van het platform waar de wallet zich bevestigt. Dus als het een andere exchange is, dan kan je die gewoon hiernaast openzetten. Nu, in dit geval is dat niet omdat ik gebruik maak van een hardware wallet. Dus dat kan ik niet openzetten. Wat ik gedaan heb, is een schermafbeelding gemaakt waarop je het walletadres ziet. En dat heb ik hier openstaan. Ik klik hier op schermopname starten. Kan je kiezen voor het volledige scherm delen, enkel dit venster of het Chrome tabblad. Ik ga dit delen. Schermopname lukt niet omdat de Mac dit niet toestaat, dus ik moet hier zelf eerst nog even toegang toe verlenen. En ik ga hier Chrome aan toevoegen. Nieuwe poging.
Ik selecteer het. Ik klik op delen. Ik moet de wallet openen, maar ik heb hiervoor de schermafbeelding geopend. Deze code moet hier zichtbaar zijn en het walletadres. Vervolgens kan je nog eens de opname afspelen om te kijken of die goed is. En als dat niet goed is, kan je hier klikken op nieuwe opname. Is de opname gelukt en heb je nog eens nagekeken dat het walletadres goed zichtbaar is, dan kan je dit hier aanvinken. En dan kan je verder gaan. Dit moet nog eens opnieuw bevestigd worden. Nu krijg ik een e-mail. Ik heb een mailtje ontvangen van Bitfavo. En hierin moet ik het nieuwe adres bevestigen. Dus een Bitcoin-adres. Ik heb dit de naam van mijn wallet gegeven. En hier staat het adres. Dat ga ik nog eens dubbel checken. En dan kan ik het hier gaan bevestigen. Dus nu gaan ze dit bij Bitfavo waarschijnlijk nog even checken dat het allemaal in orde is voor dit geverifieerd is. Je ziet hier nu ook staan dat die in behandeling is. En als die goedgekeurd is, dan zal hier geverifieerd bij staan. Dus dit zijn de drie statussen. Aangezien de kosten voor het doorsturen van Stellar niks zijn, ga ik Stellar ook toevoegen. Ik klik hier op adres toevoegen en kies een valuta. Ik klik hier op doorgaan. Ik geef mijn wallet een naam. Ik check het adres nog eens en ik klik op doorgaan. Nu moet ik het adres verifiëren. Aangezien het niet op een apart platform is dat ik gewoon open kan zetten, ga ik een schermafbeelding maken van mijn adres in mijn app van mijn wallet en die ga ik doorsturen naar mijn computer. Ik open de schermafbeelding, zodat hier het adres duidelijk zichtbaar is. En nu kan ik een schermafbeelding gaan maken. Ik klik op starten. Ik kan nog eens kijken of de opname goed is. En als alles in orde is, dan vink ik dit aan en klik ik hierop doorgaan. Nu moet ik nog eens mijn wachtwoord ingeven en de 2FA invullen. Ik krijg een mailtje om dit te bevestigen. Ik heb ondertussen een mail gehad van Bitfavo dat mijn externe wallet met succes geverifieerd is. Je ziet het hier ook staan en je ziet de naam en over welke asset het gaat. Dus vanaf nu kunnen er bitcoins die op Bitfavo staan doorgestuurd worden naar de hardware wallet. Ik moet mijn nieuwe adres bevestigen. Er staat een knop in de e-mail, daar kan je op klikken. Hier moet ik mijn adres bevestigen. Het gaat om de valuta XLM. Dat klopt, dat gaat over Stellar. Ik heb deze wallet naam ook zo genoemd. En dan check ik nog eens eventjes het adres. En dat klopt, dus dat bevestig ik. Zodra dit adres in orde is, zal ik daar weer een mailtje van ontvangen. En dan kan ik ook Stellars gaan overzetten. Hier zie je nu dat waar ik juist bevestiging van gehad heb, dat je hier ook de status ziet. En daar staat nu geverifieerd in plaats van in behandeling. Oké, ik heb nu ook 5 minuten later al een mailtje ontvangen dat de externe wallet met succes geverifieerd is, dus ik kan het nu gaan gebruiken. Als je hier op de pagina bij Bitfavo gaat kijken over de kosten, dan zie je hier de opnamekosten. Dat zijn kosten die je betaalt voor de blockchain, dus niet zozeer voor Bitfavo, zoals dat wel het geval is bij de handelskosten, maar de opnamekosten zijn voor de werking van de blockchain. Nu, afhankelijk van welke dat is, zullen er andere kosten zijn en die kosten zijn altijd uitgedrukt in de waarde van de munt zelf. Dus laten we even bij Bitcoin kijken. Dan zie je dat je dit als kost moet betalen en dat je minimum zoveel Bitcoin kan opnemen. Nu gaan we eventjes bij Stellar kijken en dan zie je dat de kosten 0 zijn en dat je minstens eentje moet doorsturen. Daarom heb ik nu Stellar ook toegevoegd, omdat die kosten 0 zijn. Dus om het voor te doen is het makkelijkste dat je hier 0 kosten hebt. Maar ik ga het ook even laten zien bij de Bitcoin.
om nu het geld op te nemen. Dus het over te zetten van Bitfavo naar de hardware wallet. Daarvoor ga je naar de munt die je wil opnemen. Bijvoorbeeld Bitcoin. En standaard kom je op het scherm handelen uit, maar je gaat hier dan naar opnemen. Je ziet dat deze wallet geverifieerd is, dus die kunnen we gaan gebruiken. Ik kan dit adres selecteren en dan vul ik het hier in. En dan kan ik op doorgaan klikken. Nu kan ik een bedrag ingeven in Bitcoin dat ik wil gaan opnemen. Dus zoals je daarnet zag was het minimum 0,00001 en je betaalt dit als opnamekost. Dat is nu, in dit geval is het 77 cent betaal ik als kosten om het op te nemen. Doe ik datzelfde bij Ethereum, dan zie je dat de kosten hoger zijn. Dus waar het voor Bitcoin 77 cent is, is het hier bij Ethereum 5,38. Nu, op zich is het voor Ethereum laag, want in hele drukke momenten, nu dat ik deze video opneem, is crypto iets minder populair. Maar op drukke momenten zat dat bedrag nog een pak hoger. Dus afhankelijk van de drukte van het netwerk van de blockchain, kan dat bedrag variëren. Ik ga nu naar Stellar en ik ga hier ook klikken op opnemen. En ik heb hier net de wallet toegevoegd, dus dit adres ga ik kopiëren en plak ik hier. Ik klik hier op doorgaan en je ziet dat de opnamekosten 0 zijn. Ideaal en er was ook het minimum van 1 XML dat je moet doorsturen. En hier kan ik de waar in XML gaan invullen. Wil ik liever de waar in euro ingeven, dan gaat dat ook. Dan klik ik hier op euro en dan kan ik hier een bedrag in euro ingeven. Ik ga het nu gewoon in XML doen. En voor de test ga ik 5 XML ingeven. Dit is nog geen euro. Ik betaal er ook geen kosten op. Het is altijd beter om eerst een klein bedragje door te sturen om zeker te zijn dat het allemaal werkt. In dit geval betaal je ook geen opnamekost. In het geval van Bitcoin was dat dan 77 cent of 5 euro bij Ethereum. Maar dan ben je zeker, het werkt, het komt op mijn wallet terecht. En als dat goed is, dan kan je het doen met het volledige bedrag dat je graag wil doorsturen. Dus ik vul hier nu in 5 XML en ik klik op doorgaan. Hier krijg je nog eens het overzichtje te zien van het bedrag, de opnamekosten en het totaalbedrag. Ik moet hier nog mijn 2FA-code gaan invullen en dan kan ik dit bevestigen. Dus het opnameverzoek is geplaatst, dus nu moet ik even wachten tot het ook op mijn wallet terechtkomt. Ik heb mijn app geopend van mijn wallet en je ziet hier dat een minuutje later het bedrag van 5 XML is ontvangen. Klik ik daarop, dan krijg ik meer informatie, zoals van wie het afkomstig is. Nu, dat is het walletadres, dus het is niet dat er een naam of zo bij staat. En welke transactie-ID daarbij hoort. Klik ik daarop, dan ga ik naar de pagina van Stellar, waar je alle transacties kan zien. Dan zie je ook de transactie in de blockchain. Klik ik hier in mijn wallet, dan zie je ook dat hier 5 Stellar is bijgekomen. In de app zie je dus die 5 Stellars die erbij gekomen zijn. Daarnet stond er nog dat er 0 bevestigingen waren. Nu zie je wel de bevestigingen. Daarom staat hier nu ook geen melding meer bij dat dit nog bevestigd moet worden. Dus dit is nu ook in orde. Zodra je externe wallets geverifieerd zijn, gaat het heel makkelijk om je crypto's van Bitfavo over te zetten op de externe wallets. Zo, dat waren de stappen om de crypto's die op jouw Bitfavo-account staan, om die door te sturen naar je hardware wallet of kan ook een software of paper wallet zijn, maar om ze door te sturen naar een externe wallet. Laat me weten of het duidelijk was of als je nog zulke tips of tutorials wil zien, zet ze dan zeker in de beschrijving. Vond je het een leuke video, dan mag je altijd een likeje achterlaten
En wil je meer video's zien rond crypto beleggen, online ondernemen en software tutorials, dan zou ik het leuk vinden als je abonneert op mijn kanaal. Dankjewel om te kijken en ik hoop jou weer te zien in de volgende video. Bye!